Universiteit van Nederland legt uit. Waarom is snus slecht voor je gezondheid? Het is al een tijdje een rage. Onder meer onder voetballers, maar dus ook steeds meer onder jongeren. Een klein zakje met vermalen tabak of een ander soort vezel met nicotine die je onder je lip stopt. En die zakjes die zijn verboden, maar ze worden wel steeds populairder onder jongeren. Je kan zo'n zakje vergelijken met twee dingen. Met een sigaret en met een theezakje. Een sigaret omdat er nicotine in die zakjes zit. En een theezakje omdat een theezakje, als je daar heet water bij schenkt, daar lossen dan alle stoffen uit de thee in het water op. Bijvoorbeeld de smaakstoffen en ook de cafeïne. Zo'n nicotinezakje werkt eigenlijk hetzelfde, alleen stop je die niet in heet water, maar natuurlijk in je mond. En daar lossen dan alle stoffen uit het nicotinezakje op in je slijm. Ook nicotine. En via je slijmvliezen wordt het dan opgenomen in je hele lijf. Dat is eigenlijk wat nicotinezakjes zijn. Een soort sigaretten die je niet rookt, maar in je mond stopt. En als de nicotine dan na een half uur ongeveer is opgelost, dan gooi je dat zakje weg. Maar toch wil ik zeker niet dat mensen, en vooral niet jongeren, hieraan beginnen. Want deze zakjes zijn allesbehalve onschuldig. Eerst maar even de directe schade. Als je met een microscoop of een vergrootglas naar zo'n nicotinezakje zou kijken, dan zou je zoiets als dit zien. Een zakje met daarin allemaal ingrediënten die allemaal wat anders doen. Laten we zeggen dat dit de mond is. Zo'n zakje komt in de mond terecht. En de inhoud van dat zakje vermengt zich daar met het slijm in je mond. Nu zitten er in zo'n zakje allerlei schadelijke stoffen die ontstekingen van je tandvlees, gaatjes en ook verkleuring van je tanden kunnen veroorzaken. Maar er zitten ook kankerverwekkende stoffen in die zakjes. Bijvoorbeeld sommige smaakstoffen en de stoffen uit de vermalen tabak. En er is dus ook een verband aangetoond tussen nicotinezakjes en kanker. En dat is natuurlijk geen longkanker, maar kanker in je mond. Die kankerverwekkende stoffen die komen in de mond in aanraking met je cellen. Maar het grootste gevaar van die nicotinezakjes zit eigenlijk in iets anders. Er zit namelijk nog een stof in waarvan het schadelijke effect als een paal boven water staat. Nicotine. En dat lost ook op in het slijm in je mond. En je slijmvlies staat in verbinding met je bloedbaan. En die bloedbaan die komt uiteindelijk ook aan in je hersenen. En zo komt nicotine via je bloedbaan in je brein terecht. En dat is geen goed nieuws. Op je brein zitten namelijk receptoren. Zeg maar een soort sprietjes waar stofjes zich precies aan kunnen hechten. Sommige van die receptoren zorgen ervoor dat er dopamine wordt gemaakt. We noemen dopamine ook wel de geluksstof. Deze stof die wordt normaal gesproken aangemaakt als we bijvoorbeeld iets heel lekkers eten. Of bij seks. Of als je een risico neemt dat goed uitpakt. Bijvoorbeeld als je een theezakje pakt en dat precies, yes, in de prullenbak gooit. Dank u wel. Nu is het zo dat nicotine precies kan binden op die receptoren waar dopamine door wordt aangemaakt. Als het ware kaapt nicotine dus eigenlijk datzelfde dopaminesysteem. En daardoor krijg je van nicotine datzelfde geluksgevoel, maar dan op een onnatuurlijke manier. Het begin van verslaving. Nou zou je kunnen denken, zolang ik die nicotine niet uit je stinkende sigaretten haal, is er niks aan de hand. Zo'n zakje is een veilige manier van nicotine verkrijgen, toch? Maar dat is niet zo. Want door de regelmatige toevoer van nicotine aan je hersenen, veranderen je hersenen. En dat is vooral voor jongeren niet goed. Wat er bijvoorbeeld gebeurt, is dat je hersenen door de nicotine steeds meer van die receptoren gaan aanmaken. En zo veranderen je hersenen dus en worden nog gevoeliger voor nicotine. Ook het gedeelte van je hersenen dat nog het meest moet ontwikkelen in je tienerjaren, de prefrontale cortex, heeft last van nicotine. Dit gedeelte is er voor zelfbeheersing, een soort van rem op impulsief gedrag. En door nicotine worden de goede hersenverbindingen die nodig zijn om dat stuk goed te laten werken, niet goed aangelegd. En dat komt later niet meer goed. We zien dus bij jongeren met een nicotineverslaving problemen ontstaan door al deze veranderingen in het brein. Denk aan problemen met zelfbeheersing, impulscontrole, concentratieproblemen, maar ook slapeloosheid, depressie en meer angst. En nu komt het meest slinkse gedeelte van die nicotinezakjes. De indirecte schade en ook de reden dat de tabaksindustrie ze zo graag promoot onder jongeren. Want
Als je verslaafd bent, heb je al die receptoren in je brein die om nicotine vragen. En dan komt er een punt dat die zakjes op een gegeven moment niet meer genoeg zijn om aan die nicotinevraag te voldoen. Je moet dus op zoek naar een andere, snellere manier om aan die nicotine te komen. En dat is dan heel vaak de sigaret. Want door te roken komt de nicotine veel sneller aan in je brein dan via zo'n nicotinezakje in je mond. Hoe zit dat nou? Als je rookt, komt nicotine aan in je longen. En daar wordt het opgelost in je bloed en komt het via je bloedbaan bij je hart terecht. En vanuit daar wordt het heel snel rondgepompt en komt het binnen 7 seconden aan in je brein. En daar hecht het zich aan de receptoren. Zo kun je dus veel makkelijker je nicotineverslaving onderhouden. En zien we dat jongeren die beginnen met nicotinezakjes uiteindelijk overstappen op de sigaret. En van die sigaret weten we natuurlijk heel goed hoeveel schadelijke stoffen daarin zitten. En dat je daar uiteindelijk dodelijke ziektes, zoals longkanker, van kan krijgen. Nicotinezakjes zijn dus wat we noemen een gateway drug. Een opstap naar roken of vapen. Eigenlijk dus niks anders dan een slinkse poging van de tabaksindustrie om jongeren nicotineverslaafd te maken. Begin er dus niet aan. Maakt slaap je creatiever? Mensen als Dalí en Edison hadden het idee dat een kort dutje hen op de beste ideeën bracht. Hadden ze gelijk? Ik ben Sebastian Overeem, slaaponderzoeker. En dat vertel ik je volgende week.